Dit is het RTI-nieuws voor donderdag 1 oktober. Met vandaag. Glasvezelnetwerk voor Hilversorg. Fietstocht tussen Vecht en Eem. Bewonersvereniging over nieuw station. Fietser bedreigd. In zorgtehuis De Boomberg was woensdag een bijeenkomst. De bedoeling is van vanmiddag dat wij een contract gaan tekenen over glasvezel. Met het tekenen van het contract krijgt Hilversorg een glasvezelnet voor ZorgTV. Dat is een webcamverbinding tussen de bewoners van het tehuis en de zorgverleners. Via de ZorgTV kan de bewoner dan in gesprek met de dokter. Een nadeel zou kunnen zijn dat het persoonlijk contact tussen doktoren en zorgbehoevenden straks verdwijnt. Het is extra. En waarom zeg ik het is extra? Je probeert aan de ene kant de dingen die via het beeld kunnen, via het beeld te regelen. Maar daarvoor in de plaats komt dat via het beeld kun je veel frequenter contact hebben dan dat je voorheen waarschijnlijk fysiek had. Op dit moment is het zo dat wij bijvoorbeeld medicijnen aangeven bij klanten die vergeetachtig zijn of niet meer zelf goed medicijnen kunnen onderscheiden. Via ZorgTV kun je ook samen met de klant via de beeldverbinding ook die medicijnen toedienen. Ook belangrijk voor onze instelling is dat wij op die manier kunnen zorgen dat de handen aan het bed zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden. Want ja, we krijgen steeds meer ouderen en minder personeel. En dan is de inzet van dit soort technologieën heel erg belangrijk om dat wat je moet doen aan het bed ook te kunnen doen. Isoveter als kennis- en innovatieplatform in de zorgeconomie heeft gedurende het hele traject de inkoop en ook uiteindelijk de keuze begeleid. En dat heeft ze gedaan op basis van kennis en expertise van de projectleiders die daarbij betrokken zijn. Wat betreft de beveiliging is het eigenlijk heel makkelijk in dit geval. De zorginstellingen krijgen één aparte glasvezel waar niemand anders op kan. En dat zorgt eigenlijk voor de optimale veiligheid. De bewoners staan mogelijk wat sceptisch tegenover de innovatieplannen van Hilversorg. Toch levert de verbinding een aantal voordelen op. Mensen zijn bang dat als iets als ZorgTV wordt ingezet, dat het persoonlijk contact minder wordt. Ik zou zeggen van ja, het is juist het tegenovergestelde. Doordat er naast fysieke contacten die gewoon blijven, ook via beeldcontact is, zal er veel frequenter contact zijn met mensen. Waardoor ze veel minder in een isolement raken of veel makkelijker een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld een arts, waar ze anders erg lastig heen kunnen als je slecht mobiel bent. De toekomst zal uitwijzen hoe succesvol de innovatieplannen van Hilversorg zullen zijn. Elk jaar organiseert de Fietsgilde het Gooi verschillende fietstochten. Tijdens deze tochten wordt er voor alles verteld over de omgeving en de historie ervan. Nou, wij zijn een aantal jaar geleden begonnen met de Fietsgilde om fietstochten te gaan maken, om de mensen wat te gaan vertellen onderweg van wat we tegenkomen. En vandaag gaan we de tocht maken van de Natuurbrug. En dat is dus allemaal vrij nieuw en daar is nog vrij veel over te vertellen. De Fietsgilde bestaat 12 jaar. En we stoppen onderweg voor een kopje koffie en we lunchen onderweg op een bankje. Het is gewoon gezelligheid. We starten altijd op hetzelfde punt, op de Kerkbrink. Niemand hoeft zich op te geven, je kan gewoon komen. En dan staat er hier een gids en dan kan iedereen zich aansluiten die dat leuk vindt. Het fietsseizoen is nu afgelopen. Maar volgend jaar mei gaat het weer van start. Vandaag vertelt Ed Bansma, voorzitter van de vereniging Oosterspoorplein, over de samenwerking met de gemeente in verband met het nieuwe station. We hebben de gemeente weten overtuigen door met goede ideeën te komen. Constructieve ideeën. En daar is de gemeente gewoon gevoelig voor, dat je meedenkt. Want daar hebben we ook wat aan. Dus daarom is het wel goed dat er tegenwoordig gewoon goede burgerparticipatie is en de mensen niet te bang zijn om hun mond open te houden, te doen. Direct na het RTI-nieuws kunt u kijken naar een uitgebreid interview met Ed Bansma. Op de Groest is gisteren nacht een 20-jarige man op de fiets bedreigd door een onbekend persoon. Die sprong bij de fietser achterop en beveel hem naar de vaartweg te fietsen. Toen daar niet direct gevolg aan werd gegeven,
drukte de belager een mes tegen de buik. De tocht werd vervolgd tot aan de Havenstraat. De overvaller dwong de fietsers een portemonnee te geven en ging er als een haas vandoor. De politie is op zoek naar de dader. Dus als u iets gezien heeft, dan kunt u dat melden op 0900 8844. Dierenasiel Kruilo opent haar deuren op zondag 4 oktober van 10 uur tot 2 uur aan de Kruiloseweg voor de jaarlijkse open dag. Er worden activiteiten gehouden, waaronder de verkiezing Leukste hond van het jaar. Vraag van de week. Voelt u zich veilig in Hilversum? Ja, ik voel me veilig in Hilversum. Ja. Overdag wel. Ja. Okay. Ik heb in Lelystad gewoond voorheen, dus dat is vergelijkingsmateriaal en daar was het minder. Ja, maar s'avonds en s'nachts minder, absoluut. Nou, ja, een veilige plek misschien, eigenlijk zo. Ik voel me wel veilig, ja.